Where did all the cool kids go? Toen we dat nummer schreven, toen had ik heel erg in mijn hoofd hoe ik als kleine jongen door Amsterdam de boel onveilig aan het maken was met mijn vriendjes op de fiets. Ja. Weet je wel, en ook gewoon het hele idee van dat je dat langzamerhand, naarmate je ouder wordt, gewoon kwijtraakt. Weet je wel, dat het kind, zeg maar. Hm. Jij was daar niet bij, hè? Nee. Super grappig. Die videoclip, die had dat bedacht. Om het in dat park te doen. En dat het begint dat jij onder die boom zit. Net als, als 19-jarig jongetje zat jij daar ook onder die boom. Voor de beste singer-songwriter. En dat zat in jouw hoofd en dat kwam er ook niet meer uit. Ook omdat ik zelf kids heb nu en het soort van voelt alsof je de fakkel door aan het geven bent. Voelde het als een mooi logisch ding. Ik zag bij dat liedje gewoon jochies kattenkwaad uithalen zoals ik dat deed. Ben je steady? Nee. Dit nummer betekent echt veel voor mij. Dit liedje en om dit nummer zo te... om hier een clip voor te maken is echt documentatie voor de rest van mijn leven. Ja, de Pijp was toen nog een dorp. En er liep van alles rond. Het was heel gemêleerd. Vooral op de Albert Kuip, waar ik dan... Dat was ons speelterrein, weet je wel. Een tijdje geleden. Ja man, 10 jaar of zo. Ja. Nee, maar op een gegeven moment wel. Vooral na sluitingstijd. Dan kon je met al het fruit gooien wat de marktkoopmannen lieten liggen. En zwaardvechten met de rollen waar de gordijnen omheen zaten. Je ziet wel deze. Gewoon een neppert. Ja, je gaat wel. Denk maar mee schieten of zo. Oh ja, cool. Hands up. Ik heb jarenlang 4 dagen per week Chinees gegeten bij mijn vader. We hadden geen cent te makken. Was gewoon een strugglende kunstenaar. En dan soms dan verkocht hij een schilderij en had hij 3.500 gulden. Dan ging hij er ook mee om, zoals de meeste kunstenaars met hun geld omgaan, weet je wel. Dat gaat gewoon op. En dan kocht hij een mooie jurk voor mijn moeder en een speelgoedauto's voor mij. En dan was het weer op en dan gingen we weer Chinees eten. Ja, ik hou er wel van. Ik ben blij dat ik net iets beter met mijn geld omga. Niet veel beter, maar... Hoi, mooi, dat kleine spel noemen ze dat. Hou het dicht bij jezelf. Oké, blijf bij hier staan. Where did all the cool kids go? Die hadden we wel even moeten raken. Hier en hier. Ja, dat heeft God gedaan. Nee hoor. Daar gaat hij dan, voor het eerst op de Nederlandse radio live. Het album dat vandaag is uitgekomen, Where Did All The Cool Kids Go? Dit is Douwe Bob. Where did all the cool kids go? Hij is, naar mijn gevoel, hij is authentiek. Dat is wat het is. Hij blijft bij zichzelf. Hij doet niemand na. En hoe was het om met hem te werken? Dat was sowieso magisch. Douwe is al meer dan 10 jaar bezig. Dat het nu allemaal valt is echt helemaal te gek. En dat we namelijk met Daniel lekker nu op een boot mogen zijn. Lekker nummers mogen spelen live. En morgen lekker Paradiso aftrappen. Ja, dat is voor hun denk ik helemaal te gek. Applaus voor Douwe Bob en zijn band live hier op NPO Radio 5. Dit is Lunch Lekker Live vanuit Amsterdam met Douwe Bob. Woehoe! Ja, mag ik
Nou, dat doe ik natuurlijk met alle plezier. Alles is nieuw, maar nog wel de oude DJ eigenlijk. Ik durf het wel te zeggen, Douwe en Gordon ook. Dat hebben jullie echt fantastisch gedaan. Deze is voor staan. Top man, dankjewel. Deze ja, super, Douwe. Dankjewel. En deze voor Gordon. Dankjewel. Thanks man. En nu ga je... Dankjewel. Hoeveel? Het Valentijnsdag is ook. Radio 5. We gaan nu live. Te gek. Hier, Mamsie Pamsie. Mm, dan kan ik hem vast... Allemaal mede mogelijk gemaakt door mijn mama. Dan kan ik hem vast zes keer draaien. Dan kan ik hem morgenavond meezingen. Mooi. Kijk, ik zie je. Mam, zie ik er oké okay uit? Maar heb ik oneffenheden of dingen? Je ziet, weet je wat je, hoe gek je bent? Je bent helemaal strak. Hoe kan dat? Oké. Hoe komt dat? Nou, ik niet drink, denk ik, mam. Heb je. Ja. Heb je wat laten doen? Ja, nee. Je hebt geen één. Ja. Ben je trots op die het doet? Ja, ja, ik ben heel trots. Ja. Ik ben heel blij. Ik ben gewoon heel blij. Ja. En dat hij zichzelf gewoon heel goed daarbij voelt. Daar gaat het om.